Onze accessoires, ook die horen erbij. We hebben veel keuze in onze schoenen en in onze tassen. En dat willen we nu weer al aan jullie laten zien. Schoentjes gaan van maat 36 tot maat 41. We hebben daar ja, nog meer keuze in dit seizoen. Ook omdat ze ja, veel te mooi zijn, de schoenen. En ook leuk omdat je dan de perfecte schoen bij je outfit kan afstemmen. We zien dit seizoen qua trends iets vrouwelijker. Speciale zolen ga je terugzien. Een beetje zelfs het architectonische in de zolen ga je zien. Dus ja, kortom, een heel speciale collectie. En ik ga Inessa aan jullie laten voorstellen. Ja, ik ben weer heel blij met de collectie die wij gekozen hebben. We hebben mooie schoenen en mooie tassen in huis. Ten eerste hier, zoals de puffy jassen. We hebben nu ook puffy tassen. En dat is dik, dat is gevuld. Ik vind dat heel leuk. Dat is zo toch eens iets anders. Hier hebben we de crossover versie. En die kunnen schuin aanhangen. Dankjewel, Caroline. Dit, ik heb een gift met dit aan. Zit hierin. Dus daar is een klein tasje aan voorzien. En daar zit een winkeltas in. Dus die heb je dan daarom ook altijd bij. Hier hebben we onze sneakers. Hier zit een beetje glans in. Met het stroplintje. Dus dan schiet je gewoon in met je voet, heel gemakkelijk. En dan hoef je geen veters open of dicht te doen. Dan hier onze geklede schoenen, die hebben we echt wel gemist. We hebben de laarsjes in twee kleuren. Caroline heeft dat lichtlaarsje aan. Ik ga een hakje even laten zien. Je hebt een heel vrouwelijk hakje. Niet te hoog, dus heel comfortabel om mee te stappen. Die komen op 2,99. Ik zelf draag hier onder mijn brede broek, want ik vind de punt onder een brede broek altijd heel mooi. Draag het schoentje in deze, ook met dat kort haksje. En die komen op 2,49. Dan ga ik de mooie tas met de hartjes laten zien. En die hoort bij ons tweede thema van de collectie. Staat hier zelfs bij mijn outfit nu, vind ik. Dat is in dat canvas. En hier komt op 199. Dan zien we hier, die wil ik wel even nog pakken, die stond verstopt. Het muiltje in dat lak, blokhakje, ook niet te hoog. En die gaat de zelfs nog in een andere kleur zien. Met een bijpassende tas, met een heel mooi lint aan. Hier ook weer zoals die zwarte sneakers hebben die in beige, met dat stropje aan. Ja, en de sneakers ze blijven en we gaan die altijd bij ons hebben. Mooie tas hier met dat geweven lint, met een vleugje roze in. Ook met een strop en nog eens een brede band. En zoals een beige tas, daarboven is dit de witte. Dat is met een kliksysteem. Ik ga dat hier met dat kleintje eens tonen. Dat is eigenlijk heel handig. En dat klikt er open. Dat blijft zo open staan en dat klikt er terug toe. Ja, en de fleurige sneakers hier met roos. Hier een beetje het kouseffect met dat lila in. En dan hebben we hier onze sandalen ook al. Met zo wat rondere afwerking. Dikkere zool, niet te dik. Die gaat in de zomer, onder de jurken gaat dat heel tof zijn. Hier een hele mooie. Die is dan van voor vierkant, die neus. Ook een hogere zool. Vind ik zelf een hele mooie. Dus het is weer een heel mooi aanbod. En Caroline neemt jullie verder mee in de winkel, want daar staan er nog andere gepresenteerd. Ja, we hebben nog mooie schoenen. Kom maar mee. We hebben vanachter nog onze kleurtjes staan. En ze horen heel mooi bij mijn pak dat ik aan heb. Dus zo zie je hier nog onze blauwe collectie. De muiltjes ook weer terug. Onze handtassen hierbij. Nog een leuke portemonnee. Wat er perfect bij matcht. De schoenen die Ines aan heeft, ook in die lichte blauwe kleur. Ja, onze kleine tasjes. Ook niet te klein, want er kan nu ook deze keer wel makkelijk een portemonnee in. Die kleine tasjes komen op 2,69. Ja, en je ziet het ook hier, het oranje heeft Ines net in het zwart laten zien met het kleine boodschappentasje erbij. Dus ook kleur mag je niet aan ontbreken in de collectie. Dat was hem!